Ik vind het zo stom dat Claudia nog steeds weg is met Emma. Ik mis Claudia echt heel erg. Maar wat is er aan de hand? Pap, pap, hoor ik je dan al praten? Pap, pap, waarom slaap je nog steeds? Wat is er aan de hand? Julian, laat me met rust. Ik heb geen zin vandaag. Ik snap het niet. Wat is er aan de hand? Ja, ik mis Claudia gewoon, oké? Okay? Julian, kun je me alsjeblieft met rust laten? Ik heb er geen zin in vandaag. Oh man, Hanna, heb jij zin om iets leuks te doen? Hanna? Ach man, ik verveel me zo erg vandaag, er is niks te doen. Hey Hanna, wil je iets leuks doen vandaag? Julian, hoezo? Ach, ik verveelde me net inderdaad heel erg, ik wil ook wat leuks doen. Wacht, laat me even kijken. Oké, even kijken. Nou, zullen we iets leuks doen? Een challenge of zo? Ik heb wel zin in een challenge. Ja, nou, ik zou wel een challenge willen doen, maar welke challenge? Misschien een kies-challenge, kies-niet-challenge. Dat zou toch leuk zijn? Oh man, echt, waarom heeft pap weer spiegeleieren gemaakt? Er is helemaal niks te eten ook. Ja, ik heb ook geen zin in deze spiegeleieren. Laten we ze weggooien. Ach man, dit is super vies. Ach, maar we kunnen het wel aan pap geven. Wie weet, het is toch beter? Nee jongens, ik heb geen zin in spiegeleieren, alsjeblieft. Pap, pap, je spiegeleieren, jij houdt zoveel van ze. Ja, spiegeleieren, nou jongens, ik heb er eigenlijk geen zin in. Jullie mogen ze weggooien of zo. Of nou ja, ik kan ze ook opeten, geven, maar ik moet toch wat eten. Nou, in ieder geval heeft de spiegeleieren opgegeten, dus het gaat wel een stuk beter. Ja, inderdaad. Maar wat kunnen we nu doen? Laten we gewoon die challenge doen waar we het over hadden, toch? Zo, nou ja, in ieder geval. Ja, een kies-niet-challenge. Welke kies-niet-challenge? Zullen we kies-niet-de-verkeerde-toilet doen? Kies-niet-de-verkeerde-toilet. Ik weet niet of dat een goed idee is. Zullen we wat blij maken? We kunnen ook iets opzoeken. Zullen we het opzoeken op een telefoon? Of we kunnen naar buiten gaan en gewoon skateboarden? Ja, ik ga hier wel met Pia spelen en ook wat opzoeken. Oh, laat ik even kijken. We kunnen hun hier zetten. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Waarom zitten jullie hier? We willen hier opvrolijken, pap. Dus we gaan hier ook zitten en we gaan hier gewoon iets doen. Ja, inderdaad. Zo, laat ik even kijken. Pia kan leuk met je spelen, pap. Oh, dankjewel, jongens. Ik vind het heel erg dat jullie me gezelschap houden. Oké, nou, in ieder geval, pap heeft nu een beetje gezelschap, dus hij hoeft zich geen zorgen te maken. We kunnen beginnen met de challenge. Of we kunnen in het zwembad gaan zwemmen, dat kan ook natuurlijk. Ja, inderdaad, dat kan ook, maar ik wil liever een challenge doen. Ja, inderdaad, ik ook. Zo, nou, oom Stefan, heeft u misschien een goed idee voor een challenge? We willen misschien kies niet de valse toilet challenge doen, zodat mijn vader vrolijk hoort. Oh ja, vanwege Claudia, hè? Hij heeft het best wel hard ermee. Zo, nou laat ik even kijken. Ja, we kunnen het gelijk boven doen. Oké, hier hebben we dus de challenge. Kies niet de verkeerde toilet. Ja, inderdaad. Supergoed. Dankjewel, oom Stefan. Zo, laat ik even kijken. Laat ik mijn mensen uitnodigen. Ja, ik ga het hier een beetje versieren. Zo, laat ik even kijken. Daar is pap. Maar van mij heeft hij niks door. Oké, nou laat ik mijn vrienden alvast erbij halen. Kijk jongens, we hebben hier een leuke challenge die jullie kunnen uitproberen. Oké, jongens, nou als er iets is, kunnen jullie me roepen en dan kan ik helpen. Zo, nou, ik hoop dat Martin het oké vindt. Zo, nou, Julian, super cool. Hey, Philip, jij bent er ook. Hey, Philip, wil jij alvast beginnen? We kunnen allebei een toilet kiezen. Ik kies deze, denk ik. Ik kies deze. Oh, ik heb een schep. Nou, fijn. Wat heb ik? Oh, ik heb een tarantula. Cool. Oh, wauw. Volgens mij heb jij dus de verkeerde toilet gekozen, Julian. Hey, ik wil ook. Wat doe jij nou hier? We hebben jou niet uitgenodigd. Even kijken, wat zit er nu in?
Man, ik kan niet geloven dat ik het verkeerde toilet heb gekozen. Hey, geef dat aan mij. Oh, wow. Nou, waarom ben jij ineens hier? En waarom ben je zo gemeen tegen ons? Oh, ik wil als volgende. Wat zijn de hand? Ik kwam allemaal stemmen. Wie zijn dat? Ja, kinderen, hebben jullie mensen uitgenodigd of zo? Oh, nou, even kijken. Wat is er aan de hand? Ik hoor zoveel geluid. Oké, jongens, we kunnen verder gaan met de volgende. Huh, wat is er aan de hand? Oh man, volgende gaat pap heel boos worden. We zijn met veel te veel hier. Oh ja, inderdaad. Maar het is toch veel leuker dan normaal thuis blijven. Ik kies dit toilet. Wat zit eronder? Jongens, wat doen jullie nou allemaal? Waarom doen jullie een challenge? En zonder mij en met zoveel mensen? Luister je naar mij? Ik zei, ik kies dit toilet. Nou, kies ik dit toilet. Oké, doe het maar open. Dan kunnen we zien wat erin zit. Oké, laten we kijken wie heeft gewonnen. Oh, ik wil ook. Laten we even kijken. Oh, een slang. Oh, ik heb verloren. Oh man, ik kan het niet geloven. Super vies. Nou ja, ik wil niet meer meedoen. Dit is doorgeschoken kaart. Ja, wat heb ik gekregen? Zo, laat ik even kijken. Wat heb jij, pap? Geen idee. Wacht. Ik heb helemaal niks. Betekent dat ik heb gewonnen of verloren? Nou ja, in ieder geval. Weet je, er gewoon niks in. Nou jongens, ik vind het wel fijn dat we deze challenge kunnen doen. En dat pap wel een klein beetje is opgevrolijkt. Ja, inderdaad. Nou, ik vond het heel leuk, Hanna. Ja, ik ook. Ik vond het echt een hele leuke impromptu challenge. Ja, inderdaad. Ik vond het ook heel leuk dat we dat zo spontaan hebben gedaan. Oh, nou ja. Ik vind het wel leuk dat de kinderen hebben geprobeerd met op te vrolijken. Ook al vond ik het niet zo heel fijn. Nou, pap, in ieder geval, we zien jullie later. Oké, jongens. Nou, laten we pap wel verder opvrolijken. En nog een challenge gaan bedenken misschien.